Hartelijk dank dat u hier bent om samen stil te staan voor wat er echt toe doet. Dezelfde woorden als 10 maanden geleden. Voor de tweede keer in 10 maanden staan we hier met elkaar stil voor de slachtoffers van een gruwelijke misdaad. Onschuldige slachtoffers die gewoon op een terrasje zaten, naar een optreden van een band keken of gewoon ergens op straat op het verkeerde moment waren, gebruikend van hun vrijheid. Vraag mij niet te begrijpen waarom het gebeurd is. En vraag me ook niet om te bepalen dat het ligt aan een religie. Of dat het ligt aan achterstanden. Of aan cultuur. Of simpelweg aan onszelf. Omdat we zijn wie we zijn. Als ik heel eerlijk ben, ik wil het ook niet begrijpen. Er is geen enkele reden waarom iemand uit naam van een geloof, vanuit een politieke ideologie of een gruwelijke utopische droom van een heilstaat dit kan of mag doen. Het is een onbegrijpelijke en gruwelijke daad van haat. Het is een daad van haat in de stad van liefde. En die liefde is, ja, die liefde is ook van ons. Het is een deel van wie we zijn, van onze identiteit. En daarom raakt het ons. We voelen ons aangevallen in wie we zijn, in heel ons wezen. En dat verklaart waarom we die Franse driekleur vandaag en dit weekend overal terugzien. In de kranten, op Facebook, aan vlaggenmasten en op gebouwen over de hele wereld. Ook straks op dit gebouw. Als een symbool van verbondenheid met het leed wat ons allen aangedaan is. Vrijdag op zaterdagnacht kwam het dichtbij. Op 5 uur reizen hier vandaan. Tegelijkertijd, op dezelfde dag, vonden in Irak en Libanon 2 gruwelijke aanslagen plaats. In Bagdad vielen 21 doden en 46 gewonden. In Beirut 43 doden en 200 gewonden. Dat betekent dus dat in totaal op deze dag, vrijdag de 13e november van het jaar 2015, ruim 215 doden vielen en bijna 600 gewonden. En allemaal uit naam van de mannen van Daesh. Met hun zwarte vlag. En deze ellende is al jaren gaande. En dan kijk ik naar onze Syrische vluchtelingen, gevlucht voor dezelfde waanzin, voor diezelfde haat. Ja, en wat moeten we dan zeggen? Dat we in oorlog zijn, dat we laarzen op de grond moeten zetten, dat de grenzen dicht moeten en eindelijk eens een keertje orde op zaken stellen. Ik ben het heel vaak, maar vanavond zeker. Ik ben blij dat ik uw burgemeester ben en niet in de schoenen van Rutte of Hollande sta. Maar ik zeg u het volgende. Onmiskenbaar voeren wij strijd. We worden wederom aangevallen. En het lijkt duidelijk. Angst zaaien. Pijn doen en ons de vrijheid ontnemen. Haat tegen liefde. Het antwoord moet volgens mij nog steeds hetzelfde zijn. En ik herhaal daarom een deel van mijn verklaring. En ik citeer. Vrijdag was een aanval op onze vrijheid, op onze wijze van samenleven en op u en op mij. Men ging een grens over die we zorgvuldig moeten bewaken. En dat doen we niet met oorlogstaal of nog minder vrijheid. Dat doen we zoals we hier nu zijn, zonder angst, zonder schroom, schouder aan schouder. Staan voor wat van ons is. Einde citaat. Als het kwade ons raakt in de stad van liefde, met als doel haar tot een stad van haat te maken, dan kunnen wij maar op 1 manier reageren. En dat is niet met haat, maar dat is met vastberadenheid. Onze joods-christelijke humanistische cultuur is gebouwd op waarden waar we zuinig op moeten zijn en waarden die we moeten blijven uitoefenen. En wat ik dan altijd doe, zoeken naar wat hebben de helden van onze cultuur hier ooit over gezegd. En ik kwam terecht bij een wereldberoemde dominee. En hij verwoordde een van die waarden als volgt. Duisternis kan geen duisternis verdrijven. Enkel het licht is daartoe in staat. Haat kan geen haat verdrijven. Enkel de liefde is daartoe in staat. Martin Luther King, dames en heren, heeft nog steeds gelijk. En daarom verdrijven wij vanavond met het licht van de Franse driekleur, als een symbool van onze solidariteit met de stad van liefde,
en als symbool van onze vastberadenheid dat de liefde zal overwinnen. Ik dank u wel. Ik geef nu het woord aan onze dorpsdichteres Petra M. Herenwaaier. Hoor je wat ik hoor? Geschreeuw om hulp. Ik weet het. Ik doe wat ik kan, maar ik kan slechts troosten. Hoor je wat ik hoor? Geschreeuw om rechtvaardigheid. Ik weet het. Ik ben niet bij machten. Ik draag slechts dit wapen. Hoor je wat ik hoor? Geschreeuw om een God. Ik weet het, maar het gaat mij om jou. Hoor je? Luister je? Luister eens. Ik weet het, het is de ander. Maar toe, luister eens. Zwijg. Hoor je wat ik hoor? Het is de hartslag van de stad, die doorklinkt in wie het horen wil. Voorbij de tranen, voorbij het rouwen, dat als lood door ons stroomt, zoals de Seine door Parijs. Het is de hartslag van de mensheid die doorklinkt in wie het horen wil. Voorbij de angst, voorbij het schreeuwen, zoals het zand in de woestijn, is er de hartslag. Je n'ai pas peur. Ik ben niet bang. Wil ik graag Tom Vleugel naar voren roepen? Of vragen zelfs. Ik heb Tom gevraagd om de drie kleur, ja, of de kleuren om te zetten in de drie kleur. Omdat uiteindelijk, wat is een mooier beeld van de liefde dan de onschuld van een kind? Tom, met alles wat in je zit, sla op die knop. Dankjewel. Ik wil graag nu een ieder vragen om 1 minuut stil te zijn. Dank u wel. Dames en heren, ik wil u hartelijk danken voor uw aanwezigheid en waarmee u uw solidariteit toont met de slachtoffers in Parijs. Ik wil u vooral oproepen om niet bang te zijn, want dat is wat deze mensen willen. En ik wil u ook een welthuis wensen en danken voor uw aanwezigheid.